Joke, nice. Ik ben weer even gewoon thuis. Want ik was van huis terug, wat ik al in de vorige stream zei. En dat was er straks. Maar mijn batterij was bijna leeg. Maar ik heb mijn telefoon nu aan de lader. Dus ik kan gewoon streamen en op mijn telefoon en batterij opladen tegelijk. Maar ik moet jullie even neerleggen, want ik ga even mijn veters losmaken. Want ik ga mijn schoenen uitdoen. Want ja, ik ben weer thuis, hè. Maar hoe is het met iedereen die nu eigenlijk bij mijn stream komt? Hey, Mink, ook bij mijn stream trouwens. Je was heel even, zag ik. Of zo. Weet niet. Maar ik zag wel even dat iemand kwam joinen. Maar mensen komen nu even kijken. Hey, Vinnie boy, welkom bij mijn stream trouwens. Ja, kijk wel, maar jullie zien mij even niet, maar jullie horen me wel. Hey Vico, welkom bij mijn stream trouwens. En ik zie een Leo joinen. Jojo, dat is lang geleden dat je trouwens bij mijn stream was. Maar ik ben gewoon echt lekker in mijn oude vertrouwde studio. Waar jullie me altijd eigenlijk vaak zien. Ja. Waar was je afgelopen streams? Ik heb je gemist in mijn chat. Er is veel veranderd tijdens de streams de afgelopen weken. Ik zag je niet online. Ah, vandaar. Op TikTok, ja. Maar toch ben ik best wel vaak online nog, hoor. Maar ik ben gewoon in mijn oude vertrouwde studiotje. Want dit is die kast wat jullie eigenlijk veel zeggen. Ja, ik zag je niet live. Ah, oké. Okay. Maar straks was ik nog even live. Ik ben niet meer gekaald. Klopt. Maar er is groeien snel weer terug. Maar dit is de kast wat jullie ook heel af en toe bij mijn streams zien. En dit is normaal gesproken wat jullie eigenlijk een beetje zien. Fris, fris, zeker. Ja, maar nu dat ik even zo zit, bijna niet. Niemand kijkt. Ja, weet ik. Dat gebeurt wel vaak bij mijn streams trouwens. Dat als niemand kijkt. Eigenlijk bijna niemand kijkt trouwens. Nou, zoveel kijkers heb ik ook eigenlijk niet altijd hoor. Je hebt niet meer kijkersmaat. Weet ik. Maar dat gebeurt niet heel vaak hoor. Maar, oh, ik moest even. Tussen de ene laatste stream en de laatste stream van. Ja, deze stream telt dan even niet mee. Maar tussen de vorige twee. Wat vind je van mijn prachtige foto? Leuk. Maar tussen de laatste twee streams, wat hiervoor was dan. Moest ik even tussendoor even stoppen met streamen, want er kwam politie. En dan ging ik even uit het gesprek even stoppen met streamen. Oh nee, toch niet. Toch, hoe dan? Ja, ze kwamen voor iemand anders, gelukkig. Maar ik dacht van, hey, ik ga even stoppen. Want er werd ook tegen me gezegd van, yo, beter stop je even met streamen, want daar komt nu politie aan. En ik zag ze al aankomen rijden. Maar ik had een blikje bier in mijn hand. En ik ging die even snel verstoppen. Want anders is het openbaar dronkenschap. Dus. Hey, Danny. Leuk dat je bij mijn stream bent. Goed hoor. Zeker. Ik had je eigenlijk wel in 12 verwacht, Danny. Hey, Maud. Welkom bij mijn stream trouwens.
Want ik zie dat ook mouth joint. Nice. Nou, ik ben gelukkig weer even lekker bij mijn eigen huisje. Nou, ik heb mijn telefoon even aan de lader, dus ik kan niet even snel even door mijn kamer heen lopen. Thanks voor de likes, Vico. En ik heb vandaag gewoon overdag gewerkt. Weer even na een paar dagen rust hebben gehad, moest ik gewoon weer natuurlijk werken. Ja. Zelfs Crazy Passie komt even langs. Nice. Zijn streams en TikToks zijn geweldig. Oh. Als hij nu nog in mijn stream zit en. Oh, thanks voor de likes, Crazy Passie. Oh, riepiepie. Oh, man. Oh. Oh. Thanks, Crazy Passie. Nu ben je ook een member van mijn streams. Oh, zo geweldig dit. Normaal gesproken like je nooit mijn streams of reageer je eigenlijk ook nooit in mijn streams of op mijn video's. Maar dit is zo geweldig. Oh, dank je maat. Dank je. Oh, reetiti. Dat zeg je heel vaak ook in je video's of in streams. Oh, dit is zo geweldig. Oh. I appreciate it for the likes. Oh. Oh. Maar ik leg jullie even neer. Kan je mijn naam noemen? Vistok. Maar ik ga even iets pakken. Dat leg ik jullie even neer. Want anders wordt het een beetje te zwaar voor mij. Want mijn arm is niet helemaal sterk genoeg. Hoe oud ben je? Ik ben 25. And thanks for the gifts. Ik ben echt wat die thanks. Oep. Er vallen wat spullen op de grond. Maar Chris, passie. Thanks for the gift. I appreciate it for the likes. Maar passie. Of Chris, passie kan ik eigenlijk beter zeggen. Want ik heb ook een andere passie die het grootste af en toe bij mijn streams komt. In mijn chat. Lijkt het je leuk om een keer samen met mij een video te maken? Let me know. Want ja, we zijn wel mede-creators van elkaar. En voor iedereen die trouwens komt joinen, welkom bij mijn stream trouwens. En I appreciate it for the likes. Echt geweldig. Ik zit hier op de 1000 likes. En ik doe eigenlijk TikTok niet heel erg lang. Eén keer fijne avond met. Ja, dank je. Was echt geweldig dat je er even bij was. Zullen we een keer samen live gaan trouwens, Chris Passie? Als je een keer live gaat. En mensen, thanks voor de likes, hè.
Komt goed, doen we een keer. Ja, is goed. Hallo, Lore X-Protegees. Mooie knappe vent, dank je. Lorax, ja. Hey, 075, welkom bij mijn stream trouwens. En thanks voor de. Vergeet dat niet. Ja, Lorax. Of Loras. Ik weet niet hoe ik je naam moet uitspreken. Knap echt ineens hier. Ja, toch? Maar thanks voor de follow. Jona, weet je wat 075 is? Nee. Waarschijnlijk een. Een gebiedscode of zo, I guess. Waar ik zelf oorspronkelijk vandaan kom is 0550. Maar waar ik nu woon is ook ongeveer dat, I guess. Maar ik weet niet wat 0,75 is. Nee, betekent zijn dan. Ah, oké. Okay. Ja. Een Zaandammer ben je dan, als ik het goed uitspreek. Als inwoner zijnde. Maar hoe is het? Voor de rest. En Ryan joint ook mijn stream trouwens. Want ik weet dat Ryan ook af en toe in mijn streams komt. En. Ik heb trouwens ook een belofte met een mede-creator van mij staan. Om als hij een keer samen, als hij een keer live gaat, dat we samen live zouden gaan. En meest. Hey Ryan, ik heb je straks trouwens nog gezien. Waarom ging je ineens weg? De politie was alleen benieuwd van wie die scooter was. Maar ik was zelf ook blij dat ik even snel mijn bier weg ging zetten. Want ik verstopte mijn bier op dat moment toen de politie kwam. Oeh. Hey Quinn, welkom bij mijn stream trouwens. Zeker zag je me niet zitten op die bankje daar zo. Hoe is het voor de rest chat? En ik heb trouwens hier zo bij TikTok heb twee members van mijn stream. Voor mijn streams, dus ja, yeah, wel nice. Oké, okay. Ik verloor even mijn connectie met het wifi-achtige ding. Want ik zit op 4G en dan. Verliest hij blijkbaar gewoon mijn wifi, I guess. Want hij zei van, ik verloor je wifi, maar ik zet op 4G. Maar ik zie je. Ik heb nu twee members. Wat pittig nice is. Hey, Michel, welkom bij mijn stream trouwens. Ja, ik heb al tegen een aantal mensen van het theater gezegd, mijn baakje zou er vanaf gaan als de theatervoorstelling voorbij was. Maar dat is nog niet voorbij. Ik. Ja, oh, was geweldig hè, de laatste voorstelling.
Oh, ja, mijn connectie is niet helemaal goed, dus mijn stream zou af en toe kunnen wegvallen. Dinsdag, ja, dinsdag, ja, klopt. Zeker, ja. Nog even twee repetities even te gaan en dan nog een voorstelling. Ja, doe je trouwens ook mee aan de workshops bij een middelbare school? Of ja, bij een school? Want daar heb ik me ook voor opgegeven. Ja, ik geloof wel. Oké. Ja. Gaan we bij Titus Brandsma oefenen of bij Mimiek zelf oefenen? En thanks voor het delen van me. Oké. Oh, eten. Ja, dank je. Maar dank je voor het delen van mijn stream. Ik zit schuddebuikjes te eten. Dit is trouwens niet gesponsord door. Weet ik dus niet. Oké. En Baudet terug, thanks voor de follow. Normaal gesproken doe ik een hele uitgebreide follow ding eigenlijk, yes, voor mijn streams, maar mijn energie is bijna op. Komt door alle theatervoorstellingen en zo. Hey, ja. Oh. Alles goed? Ja hoor, bij jou dan. En thanks voor de follow, user 25. Ja, ik ga niet dat hele user ding ga ik opnoemen, want dat kost te veel energie. En ik heb geen energie meer. Maar daarom stream ik ook nog even. En thanks voor het delen van mijn stream, hè. Super. Speel je League of Legends? Nee. Speel ik niet. Maar over League of Legends gesproken. Het is geen spon ervan. Maar ik heb. Kijk. Yo. Hey, thanks voor de. Mij als profielfoto. Normaal gesproken vind ik het best wel erg als je mij als profielfoto neemt, maar voor nu vind ik het echt niet erg. Maar dit is geen spon. Of ik zit ook niet in een team. In een team of zo. Maar. Hey, splinterige Anakuta. Dat is lang geleden. Fuck, kanai, daar ben ik weer. Ja, damn, dat is echt lang geleden. Je favo-kijker. Jazeker. Yo. Maar ik zit niet in een team. Maar dit is mijn gaming t-shirt. Wat ik trouwens ook voor theaterrepetities aantrok vaak. En die ga ik ook morgen kale kop? Nee, niet echt. Ik heb wel iets kalere kop gehad. Kale kop niet stoppen. Dat is waar. Dat zeggen ze vaak. Owen en Guido zijn er weer niet. Ja. Normaal gesproken, als jij komt, zijn die twee er gelijk erbij, hè? Nu is het eigenlijk niet echt helemaal compleet, hè? Splinter. Zijn we met Matties? Ja. Normaal gesproken, als jij er komt, zijn ze er instant erbij van. Maar. Nu dat ze er niet zijn, vond het niet compleet. Snap je? En goed nieuws, trouwens.
Ja, jammer, ja. Maar mensen, goed nieuws. Voor degenen die ook Chris en Passie kennen. Ik heb een deal met hem staan. Ik heb een deal staan met hem. We gaan samen livestreamen. Oh, thanks for the likes, Splinter. Kale kop niet stoppen. Ja, dat is waar. Dat zeggen ze altijd. Ah, nice. Ja, ik heb mijn mond vol eigenlijk. Dank je. Leuke dag gehad? Ja. Ik moest gewoon werken vandaag, hè. Want Splint zegt, je weet het, hè. Ik werk bij McDonald's. En het was gewoon een werkdag voor mij. Maar even voor no joke, ik heb met een mede-creator heb ik een deal staan dat ik met hem samen live ga. Dit wordt de eerste keer dat ik met een andere creator samen live ga die ik namelijk via TikTok ken. Alleen via TikTok. En de andere creators waar ik mee ook samen ben mee live geweest, die ken ik persoonlijk. Maar Crazy Passie, dat is ook een creator die ik ken. Alleen via TikTok dan. Daar ga ik mee samen live binnenkort. Exacte datum kan ik nog niet zeggen, want ik weet niet wanneer hij live gaat. Want ik ben te gast in zijn livestream. Want deze stream komt trouwens ook op YouTube te staan. Dus voor mensen die ook op YouTube even kijken naar deze stream, die dan, want deze stream komt later pas online dan op YouTube te staan dan dat die eigenlijk is geweest. Maar voor de YouTube kijkers die deze stream pas kijken, ik ga met een andere creator live binnenkort. Check zijn streams even uit. Check zijn TikTok pagina uit, want ik ga een linkje dan ook naar zijn TikTok in de beschrijving zetten. En heel veel mensen komen nu ook even een beetje kijken. Bij mijn stream trouwens nu. En likes. Leuk dat je trouwens toch even blijft liken. Gewoon even 1,8k. Zou ik gewoon even doorgaan naar de 2K likes? Maar ik weet nog niet precies tot hoe laat ik live ga, trouwens vandaag. Maar I appreciate it for the likes, trouwens. Ik kan eigenlijk niet op stream laten zien hoe mijn wegkleding volledig eruit ziet. En Feyenoord voetbal, thanks voor de likes, hè.
Wil je trouwens ook een member van mijn streams worden, mensen? Dat kan. Het kost wel geld om een member van mijn streams te worden. Maar het is mogelijk dat je gewoon een member van mij wordt. Ik weet niet precies hoeveel het kost, maar wordt een member van mij, dan weet je ook bijna niks van mij. Is dat een bekende van mij? Want die uitjes komen me bekend voor. Rudy Poedie. Thomas joint ook trouwens misschien. Ja, ik heb het grootst al twee members. En dat is allebei tijdens het stream van mij gebeurd. Besef even, hè. Zelfs niet boeiend joint misschien trouwens. Want kan ik het trouwens ook zien wie mijn members zijn. Members. Oh ja. Chris Passie is trouwens een nieuwe member van mij. Ik kende een Kian die trouwens. Ik kijk nu ook een Kian naar misschien. Maar ik kende een Kian die wou met mij samenwerken. Maar ik wou totaal niet met hem samenwerken. Want hij begon op een gegeven moment heel erg vervelend te worden. Dus heb ik ook zelfs een video over hem gemaakt. Die staat trouwens op een geheim. Nou ja, het is een secret video geworden. En thanks voor het delen, Jesse. Het is trouwens leuk dat je komt kijken bij mijn stream. Ook. En maar ik heb binnenkort een namelijk een aantal leuke dingen als ideeën klaarstaan. Eigenlijk niet helemaal als ideeën, maar een van de dingen wat ook gaat gebeuren aankomende zaterdag. Is dat een van de eerste dingen wat ik als planning heb staan, is dat ik aanstaande zaterdag, hopelijk komt het op tijd binnen, ga ik namelijk een boxen op stream. Maar ik moet wel wat even van tevoren fixen voordat ik het ga unboxen. Want ik ga even mijn adres en andere gegevens ga ik dan doorkrassen. En de andere ding is dat ik met een andere creator live ga bij zijn stream of dat hij bij mijn stream gaat live. Maar hoe is het voor de rest, chat? Even kijken. Ja, dat is voor de rest niet echt bekend van mij, die zit te kijken. Nu komt Harry kijken. Nice. Nice. En denk voor het delen van misschien wel Harry. Oh.
Wat? Seksvoordelen, hè? Voor mijn schip. Wat? Ik? Ja. Deze keer komt kijken even bij mijn schip. Oh. En is dat zijn shirt van de dildo? Nee. Is ik hoor je niet zo goed, ja. Maar ik zit op 4G. Want ik heb bij mij thuis bijna geen internet. Nee, maar mijn shirt is niet van de dildo. Maar van Jack and Jones. Ik ben echt cool, zeker. Maar in real life ben ik nog cooler. Oh, nee, hij messed up. Nee. Ik wou gewoon wat eten pakken, maar mijn eten viel op de grond. Vijf seconden regelen. Ik maak er 10 seconden van een regel van. Maakt niet uit, ja. En Ajax fans, thanks voor de follow. En Harry, thanks voor de het delen van de stream, hè. Maar zeg eens even, in real life ben ik nog cooler om te zien dan hier op stream. Binnenkort ga ik het grootst met een iets groter gegeten hebben live. En ik zie je Hidde joinen. Nice. Dat wordt altijd leuk. Want ik hey Besiktas. Welkom bij mijn stream trouwens. En thanks voor het delen en like alles. Yo. Best als ik had je wel verwacht bij mijn meet and greet straks. En Thomas, thanks voor het like van mijn stream trouwens. Wimpy. Thomas. Waar? Twello. Want ik was bij Albert Heijn in Twello. Waar ik heel vaak ben. En ook heel vaak live ging. Als je ooit eentje hebt in Deventer. Ja, is goed. Ik weet nog niet precies wanneer ik dat in Deventer ga doen. Ik kan komen. Ik heb vandaag geen tijd. Ah. Oké. Okay. Maak die tijd maatje. Had je een chemo? Nee. Gewoon een vraag. Nee. Ik scheer af en toe gewoon mijn kop even kaal. Ik fijn. Heb het zo. 207 likes gestuurd. Oh, nice.
De meeste likes wat ooit tijdens een stream was gestuurd, was volgens mij echt boven de 1000 likes. Even no joke. Waarom was je kaal gegaan? Ja. Ik vind lang haar niet bij mezelf staan. Dus vandaar dat ik kaal ging. Ja, nee, dat zou me niet echt staan. Maar normaal gesproken heb ik ook altijd wel een beetje achtergrondmuziek en zo. D2 petje. Ik heb trouwens nog petjes liggen. Alleen maar love, ja, dat is waar. Zou ik voor de gein even een petje tijdens mijn live op doen? Of Yodo Talks, ook leuk. hey Troku. Gaan we het checken voor de live van het follow, hè? Knarold. Hey Troku. Je petjes, ja, doe op. Je petjes, ja. Ik pak even trouwens andere petjes erbij. Even, no joke, ik heb heel wat. Ik heb iets van 4 petjes. Drie van de 4 heb ik gekregen. 1 heb ik zelf gekocht. Deze had ik op toen ik naar het theater ging. Deze heb ik zelf gekocht. Kostte 8 euro. Deze is trouwens ook op wat nummers van mij te zien. Toen ik het maakte. Top 5 mensen die in de live zitten. Nice. Dit is van Pokémon. Heb ik trouwens bij Pokémon in 2018 gekregen. Moet ik even goed nadenken als ik hem echt in 2018 heb gekregen. Ja. En dit is een Star Wars petje. Omdat ik gewoon niet te gek hoor, Willem-Jan. Ja, het is trouwens Jan Willem, niet Willem-Jan. Maar welke van de 4 petjes vonden jullie leuker bij me staan? Ken je Balkanker? Nee, ken ik niet. Ik krijg geen Balkanker, sorry. Pokémon petje was kanker pro. Ja, yeah, I know. Maar de eerste stond ook wel goed hoor. Maar die laatste petje, die zat wel een beetje strak. Weet je zeker dat je Balkanker kent? Ja, ik weet zeker dat ik hem niet ken. Ik ken hem niet hoor, sorry. Al bijna 250.000 man. Ja, dat is nog. Ja, ik vond deze ook wel lekker staan bij me hoor. Even een kleine fun fact, ik ben een Star Wars fan. En even voor no joke, ik kan zeggen dat ik echt een Star Wars fan ben. Want ik heb zelfs een lightsaber. Heb je nog wat gedaan op Star Wars dag? Nee. Ik kijk alle films op chronologische volgorde. Want ik ben met episode 1 begonnen.
En ik ben nu bij Kenobi aangekomen, de serie Kenobi. Want die komt er tussendoor, trouwens nog. En ik heb 4 en 5 heb ik gezien. 6 moet ik nog kijken. En nog een paar losse. Zegt de top 3 lievelingskijkers van nu? Ja. Ja, ik heb een lightsaber. En even voor no joke, hij kostte 15 euro. En ik heb hem niet uit een speelgoedwinkel, kan ik je zeggen. Maar bij een pretpark vandaan. Super terug met Mulapie, ja. Wie is je Chris Willem? Ja. Het is Jan Willem trouwens. Maar je mag me ook Wimpy noemen. Of Canarold. Of je mag ook me Jan noemen voor short. Maar ik heb wel een crush. Nee. Yo, Bram. Welkom bij Bestrimtgoot. Gergmene. Ik krijg geen Gergmene. Sorry. Je manager? Nee. Grapje. Is je Chris? Nee. Ik heb geen management team. Nee. Mijn manager is niet meer mijn crush, want zij heeft al een relatie. Maar, als ik in, vind je mij leuk? Ik ken je niet persoonlijk, sorry. Bram, ook al ben ik misschien trouwens voor de rest. Maar hoe is dat, Bram? Ja, ik doe even het petje trouwens af. Ben ik gay? Nee. Ben ik niet. Hoi, kan ik ga je de 6K likes geven. Ja, is goed. Oh, damn. Ik zit al op 5,3K. Nice. Maar ik had wel je andere meisje van je verwacht. Je meisje. Je ook vaak bij mijn streams was. Als je nog een keer zo noemt, krijg je met mij te maken. Begrepen? Ja. Oké. Oh. Oh. Ja, ik zag dat ik ook snappe bericht heb gekregen. Oké, kom dan. 6K likes. Nice. Zullen we samen dansen? Nee. Ja, ik zie het. Nice. Zullen we samen dansen? Nee. Ik ben geen echte danser. Wat gaat er gebeuren als we de 10K likes geven? Geen idee. Maar, mensen. Hey, ik ben de officiële pony. Oké, nice. En thank you for the gift, Sam. Maar mensen, doe echt geen kapsel. Nee. Ik weet niet wie R
R9 is. Maar ik heb wel een R7. Zou je manager uitgekomen? Geen idee. Ja. Mensen, jullie kunnen ook gewoon een member van mijn streams worden, hè? Een member. Want ik heb al twee members trouwens. Bij de 10k likes ga je dansen. Ik ben geen danser. Ik heb ook geen ritme voor dansen. Ik ben één member, toch? Volgens mij ben je een member van mij. Maar ik kan het nu niet even kijken als je dat echt bent. Mag ik moderator zijn? Tuurlijk mag je dat. Want ja, je bent de laatste tijd best wel veel bij mijn streams. En je mag dat. Top. Je bent mod van mij. Hele. Mag ik ook moderator zijn? Ik kijk heel vaak. Nee, er zijn nu drie. Mods. Die Hidde en die Jaro. Ja, maar ik heb meerdere mods, hè. Stel, jullie zijn er niet bij. Dan heb ik altijd nog een andere modsteam die er altijd bij is. Mag ik moderator zijn, please? Ja, je mag mod zijn. Maar hoe heet dat? Stel, ik ben even weg uit buiten beeld en er gebeurt wat. En jullie zien het, dan mogen jullie altijd wel ingrijpen. En Turku, je bent trouwens ook al mod. Je komt goed happy. Ja toch. Ik ben de Pascas. Dus vriend. Oké, nice. Dan is het goed. Hoe kom je die namen? Door de jaren heen. Die krijg ik gewoon eigenlijk met een beetje. Met beleefdheid een beetje al. Best wel oud al voor mijn leeftijd. Ik voel me eigenlijk al oud voor mijn leeftijd. Mag ik een shout-out? Tuurlijk. Mensen, een dikke vette shout-out naar Turku. Een goede kijker van mij. Ja. Maar chat, praat maar even gezellig met elkaar. Ik ben zo weer. En daar was ik weer. Was er nog wat vervelends gebeurd, mensen? Hop. Ja. Lucas is blijkbaar. Thanks. Dat ik je. Emma. Sato. Maar. Lucas is blijkbaar gemute. For no reason, blijkbaar. Want wat ging je doen? Ook ging je even een plaspauze houden.
kan soms ook gebeuren dat ik even een plaspauze ga houden. Of dat ik even ga drinken. En dan zeg ik meestal ook erbij van, yo, ik ga even namelijk wat halen of zo. Ja. Oh ja, en trouwens, chat. Die nu kijkt. Ik ga morgen ergens in de avond ga ik even live. En gisteren was trouwens ook een goede vriendin van mij jarig. Die ik al jaren ken. En vandaag is ook een van mijn andere mods jarig. Als hij trouwens zometeen gefeliciteerd, wie? Dank je. Maar als hij trouwens zometeen in de chat komt, nog 1,9k likes. Ja, klopt. Als namelijk Romy zometeen trouwens in de chat komt, of eigenlijk überhaupt bij mijn stream komt, feliciteer graag even. Want zij heeft een cadeautje van mij vandaag gekregen. Want Romy vond je toch leuk? Dat was helemaal in het begin van mijn, echt begin dit jaar. En dat was eigenlijk puur als gein bedoeld. Maar Romy is trouwens vandaag jarig. Ze is 17 denk ik geworden. Ik weet niet hoe oud ze is geworden. Julia, welkom bij mijn stream trouwens. Ik zag haar wel joinen. Hey Julia, schat. Oh. Ik hoop dat Julia het reageert hebben. Want mensen zijn altijd van harte welkom om wat te zeggen in mijn chat. Oh. Maar een aantal van mijn mods kennen mij ook gewoon persoonlijk buiten de streams om. En buiten de streams, video's en al mijn andere socials om. Ik ben gewoon eigenlijk een best wel, ja, een geweldige jongen eigenlijk om te zien en om te spreken. En daarom weet namelijk best ik dat alles van. Als je nog kijkt trouwens. Hey Hidde. Jij hebt ook wel veel vrienden of zo. Ja joh, ik ken ze allemaal. Ja toch. Hey, al mijn chickies, ja, je hebt gewoon echt heel veel chickies. Maar ik ga niet heel erg lang meer live, want er proberen ook gewoon mensen zo meteen te slapen en zo. Dus ik moet ook zo meteen, nou ja, moeten, maar ik ga zo meteen ook gewoon slapen, want ik moet morgen gewoon werken. Heb je niet veel chicks dan? Chicks? Nee, niet echt. Maar ik heb wel wat chickies. Nog 1,2k likes. Ja. Misschien. Ik de live trainer.
Hippie. Ja, het is toch ook veel chickies. Ja, dat valt wel mee, eigenlijk. Ja, maar in het echte, buiten de streams en video's maken om, wanneer ga je weer het solo? Ik ga denk maandag ben ik sowieso in het solo. En dinsdag ben ik ook gewoon veel in het solo. Want een van mijn werkplekken zit daar zo, dat is de kruidentuin. En ik dan moet ik weer naar school. Oké. Maar ik. Chips. Ja, maar ik ben sowieso dinsdagavond ben ik denk ik ook even in Twello. Want ik ga meestal op dinsdagavond. Meestal in de avond, als ik vanuit het theater dan naar huis toe ga, ga ik dan even over Twello. Ga ik meestal even naar Jumbo. Wat zeg ik? Jumbo. Twello bedoel ik, want die zit meer op mijn route dan Jumbo. Maar Hidde, waar zit je op school dan? Als ik vraag mag. Veluws. Oké. Okay. Dan ken je zeker ook Bert Jansen. Als hij daar zo nog werkt, als leraar zijnde. Wie? Bert Jansen. Zeg je die naam iets? Oh, ja, die ken ik wel, ja. Ja, Bert Jansen, maatschap. Hij leraar. Ja. Nederlands docent, ja. Maar nu vraag je al jullie af hoe ik hem ken. Oh, nu komt Basie trouwens weer terug bij mijn stream. Nice. Rititi. Is dit weer gewoon geniaal dit. Maar Bert Jansen, hoe ken ik die? Nou, lang verhaal kort maken. Zijn vrouw was een lerares van mij. Boer Luc. Dus eigenlijk ook het jou net trouwens. Maar, echt. Dit is zo leuk dat ik gewoon een member van mij even weer zie kijken bij mijn stream. Gewoon de enige echte polka man. Ja. En thanks voor de likes, hè. En ik zie ook Mertz joinen. Dit is zo nice. Hey, Chris Bassie. Ik sprak trouwens net nog toen je weg was. Sprak ik nog even over je. Over dat we een keer samen live zouden gaan. Maar nu dat je er terug bent, we kunnen nu ook vandaag nog even samen live gaan. Als je het leuk lijkt. Echt heel veel mensen joinen ineens. Maar mensen, praat maar even gezellig met elkaar. Ik ga even drinken halen voor beneden. En de meeste van mijn kijkers weten ook, als ik drink ga halen, is het meestal koffie. Dus, be right back. Even de kledingkast dicht. Was er nog wat gezegd? Nee.
Oh, daar was ik weer terug in de chat. Allemaal lekkere koffie bij. Was ik nog wat gezegd toen ik even weg was? Hey Owen, welkom trouwens bij mijn stream. En Chris Basie had heel veel erg geliked en zo. Maar hij had niks meer gezegd in mijn chat. Maar Chris Basie en ik hebben een dealtje staan. Voor degenen die het niet weten. Want Chris Basie is trouwens ook een creator, net als ik. Maar met wat meer volgers. En plus hij en ik zijn ook vrienden hier op TikTok. Ik ken hem niet persoonlijk. En hij kent mij ook persoonlijk, als het goed is. TikTok van Olivia joined the net. Nice. Waarschijnlijk zijn ook al mijn... hoor je dat? Mods ook maar gaan slapen. Dus. En je oma, thanks for the follow. Jens de Guiter, ook al bij mijn stream trouwens. Ik merk ook al best wel lang TikTok zal ontzessen. Hey Messi de Goat. Je bent ook al volgens mij van de week een keer bij mijn stream geweest. Oh ja, en... Kijk, daar. Ja, daar boven me. Nee. Maar ze gaan boven mij. Op beeld zie je een brandmelder. Dus ik kan ook niet roken op mijn kamer. En het gelukkige is, ik rook niet. Al. Ik knoeide net een beetje koffie over mezelf in. Trainerman, zag ik zoiets. Ik zet even mijn koffie neer. Al. Nu moet ik zo meteen mijn shirt even verwisselen. Even kijken. Ik zag dat ik van een dating site een melding had gekregen. Want ja, ik zit op een aantal dating sites. En ik heb eigenlijk een beetje top 5 welke dating sites dat ik eigenlijk gebruik. Eigenlijk dating apps wat ik meer gebruik. En daar zijn jullie zeker ook benieuwd naar mijn top 5 dating apps slash sites. Maar dat kan ik ook wel in een losse video ook vertellen. Kijken. Rootballs. Nice. Dat je er toch ook bij bent. Maar. Meestal ga ik. Als ik op zo'n donderdagavond live ga. Zoals vandaag. Ga ik meestal tot. 12 uur denk ik live. En dan. Meestal ga ik naar. Gewoon even. Casual op TikTok zelf even kijken. Wie er live zijn.
Dus. Maar binnenkort. Ik weet niet precies wanneer het gaat gebeuren. Maar dan gaan de enige echte Polkaman en ik samen live. Of op zijn livestream of bij mijn livestream. Maar dat hebben we nog niet helemaal afgesproken. Volgens mij zouden we bij zijn livestream gaan. Maar check maar de video gewoon bij hem. Bij mij op YouTube, maar binnenkort het dan uit. Volgens mij had ik afgesproken bij zijn kanaal. Even kijken. Ik ga even snel teruglezen in de chat. Even kijken. Ik kan niet verder meer teruglezen. Maar ja, laat het dan maar zitten. Maar. Ik heb dan met de enige echte Polkaman, a.k.a. you just can. If any moments join the. Trouwens, nu net misschien. Maar. Ik ga dan met een mede-creator samen live. En dat wordt lachen. Dus ja. Ik heb afgegeten down. Is ook lekker bij. Nice. Dit is echt zo'n lekkere muffe stream. Met zo'n vies shirt aan. Een beetje vies broek. Yes. Jullie mogen trouwens ook een member van mij worden. Het is niet geheel gratis, want je moet wel voor betalen om een member van mij te worden. Hey Luca, trouwens, welkom bij mijn stream. Ik had het trouwens laatst. Was ergens was ik. En ik had het zo met iemand erover. Over sushi eten. Dus. Dan zou het niet geloven. Maar. Hey. Welkom bij mijn stream trouwens. Ja. En Miss Peanut. Mooiste meiden uit Nuenen. Zo, oké. Maar nu komen ineens mensen kijken bij mijn stream. Wat frik. Maar, je zou het niet geloven. Maar, ik kan met stokjes eten. En ja, het is een ding. Een Nederlandse rust die... Hey, nee. Welkom bij mijn stream trouwens. Hey Hidde, welkom trouwens terug bij de stream. En mee, thanks voor de follow! Ik begin nu ineens weer wat energie terug te krijgen. Maar ik had het trouwens laatst zo ook over... ik ben er weer, ja ik zie het. Ik wist niet dat je weg was gegaan. Want ik ging even de chat teruglezen. Ik had niet gezien dat je... wegging. Of dat je ging zeggen dat je wegging. Wat ging je doen dan? Maar nee. Hoe is het voor de rest? Oh chips, sorry. Geef niks. Maar ik ben wel even benieuwd wat je ging doen.
Ja, ik ging even chappen. Ah, nice. Maar nee, als je nog zit te kijken, hoe is het eigenlijk voor de rest? En ik zie een Milo joinen, nice. Heel veel mensen weten niet dat ik met stokjes kan eten. Ja, ik heb dit mezelf geleerd. En ja, dit zijn ijzeren chopsticks. Hoi Milou, hoe is het? Ik zag je net joinen. Even kijken. Ja, ik ga niet zomaar even met mensen live even. Dus goed, en met jou? Ik aan het eten? Nee. Ik ben niet aan het eten, maar ik had gewoon heel toevallig even chopsticks vast. Want ik kan met ze chopsticks eten. Want zulke dingen worden chopsticks genoemd. Ik zit aan een lekker bakje koffie. Ik ga weer later weg, Mimpie. Ja, is goed. Hij was gezellig. Tot volgende stream dan, hè? Oh, ik dacht dat je het Aziatische aan het eten was. Nee, nee. Ik kan al met de stok, met de chopsticks eten, maar ik heb nu geen sushi. Want normaal gesproken eet ik sushi echt heel veel. Ik eet ook gewoon. Namelijk noedels en zo. Sushi is wel lekker, zeker. Ik ben echt een sushi liefhebber. Eigenlijk een Aziatische liefhebber. Want ik hou van Aziatisch eten. Normaal gesproken eet ik ook wel vaak in mijn streams met noedels of sowieso in de trend van noedels. En er was één keer tijdens een stream van mij, ging ik een hele hete noedels uitproberen van een bepaald merk. Waarvan ik even daarna niet van weet. Maar die ging ik dan even uitproberen. Want dat had ik toen even liggen. En ik dacht van, hé, ik ga het gewoon uitproberen. Kijken als ik het gewoon kan eten. Maar ik ging er echt kapot aan. Ik had melk geprobeerd om het een beetje gewoon te laten koelen in mijn keel en mond. Maar dat ging niet. Suiker ging ik proberen. Ging ook niet. Dus ging ik die twee dingen bij combineren. En dat hielp wel een beetje. Maar het ging echt niet. En leuk dat er nog een paar mensen komen kijken. Ik zie nu pas dat mijn stream 9 keer is gedeeld. Nice. Ewa, Marriott. Hoe is het, meis? Ik ken een Marriott van een van mijn werkplekken. Maar je bent waarschijnlijk niet die Marriott die ik van mijn werk ken, want dat is een oud collega van mij. Eigenlijk min of meer te zeggen eigenlijk een stagiaire die met mij samen heeft gewerkt. Maar Hidde, ik dacht dat je wegging, want ik zie je weer joinen. Wil je een relatie? Sorry, ik ken je niet heel goed, dus
Ik zie je pas echt voor de eerste keer bij mijn stream. Volgens mij ben je wel vaker geweest, maar dat ik je nu pas echt meer in mijn chat zie. Je kan altijd in mijn DM's sliden. Hier zo op TikTok. Of anders ook bij mijn Instagram in mijn DM's sliden. Hey, ik zie een mod van mij joinen. Nice. Thanks voor de likes, hè. Maar mijn antwoord op je vraag is eigenlijk een nee. Oh, maar dank voor de roosje. Ik zit al op 8,4k likes. Van de 10k likes. Damn. Oh, maar zit je maar het nog te kijken dan? Eigenlijk. Nee, ze zit niet meer te kijken. Oh, maar ik ga denk ik ook zo. Nee, ze is weggegaan omdat je nee zei. Ja, had ik wel verwacht, maar. Ik wil ook eigenlijk geen relaties op dit moment. En waarschijnlijk was ook veel stil voor me geweest anders. Oh, want ik ben al 20 plus. Ik ga langzamerhand al naar de 30. Al over 5 jaar ben ik al 30. Dus ja. Ik denk dat je eigenlijk een jaar of 16 zou zijn geweest. Ik ben ouder. Oké. Hoe oud ben jij dan, Milou? Gewoon even als vraagje. En ik kreeg net een snap binnen. En Feyenoord voetbal joint net. En 27, oké. Nice. Ja, ik kon ze eigenlijk wel een beetje aan je naam gehouden. Al denk merken dat je iets van 26, 27 anders was geweest. Ja, mijn vriend is 20, hè? Ja. Ja, maar maakt het ook niet echt uit. Als er 7 jaar tussen zit. Want ik heb ooit ook een relatie gehad toen ik 18 was en een ex voor mij, die trouwens nu ook een van mijn mods is. Ja, klopt, hij lijkt ook ouder, ja. Maar, hey mannenballer, thanks voor de follow. Maar ik had ooit een ex gehad. Ik was zelf 18 toen en zij was iets van 16 of zo. 16 of 15. Dus er zat nog een beetje een paar jaar verschil tussen. Hey Milou, thanks voor de follow. Hè. En het grappige is, heel veel mensen vragen ook gelijk door mijn intro, wat ik hier zo bij TikTok heb. En dat is van, de meest verkaasde Rus, no way, ja, yeah, no way. Maar mensen gaan ook meestal aan me vragen van, door mijn intro van bij TikTok hier, van, ben je wel echt een Rus? We look alike. Oh, nice.
Maar mensen vragen gelijk aan mij van, yo, ben je een echte verkastigus? En mijn antwoord daarop is altijd ja. Want ik ben drie kwarts Nederlands en een kwarts Russisch. Heb je daar last van hier? Dat je Russisch bent en wat er nu gaande is met Oekraïne? Nee. Eigenlijk niet helemaal precies dat ik last van heb, want ik vang juist Oekraïnse collega's op. Bro, we lijken echt precies op elkaar. Ja, dat ik je profielfoto zie. Ja. Ben je voor Feyenoord? Nee. Ik heb wel een portemonnee van Feyenoord liggen, maar die gebruik ik eigenlijk niet meer. Maar ik ben geen Feyenoorder. Want zo wordt een fan van de Feyenoord genoemd. Ja, maar ik vang juist bij een van mijn werkplekken, dat is de McDonald's, vang ik zoveel mogelijk ook Oekraïense collega's ook op. Want die, nou ja, eigenlijk voornamelijk Oekraïense mensen op. Want ik heb een aantal collega's bij de Mac die... ja, echt hè. Ik snap daar eigenlijk de grap ook niet echt helemaal. Maar ik vang bij McDonald's vang ik best wel veel Oekraïense mensen op. En ik luister ook af en toe ook naar hun verhalen wat allemaal is gebeurd daar zo. Want hun spreken dan ook gewoon Engels. Nee, ik ook niet. Ik zie het vaak, maar vind het een beetje kinderachtig of zo. Ja. Als je wilt, mag je mijn mods worden. Is goed, dan maak ik je even mod. Dan kan je me eigenlijk gewoon ja, muten voor mijn stream. Want, heb je vaak last van vervelende mensen? Ja, best wel vaak. Kunnen mensen in chat me volgen? Zou ik erg daarmee zijn? Ja, is goed. Hey, ja, mensen, volg S even, want. Dat zou wel leuk zijn voor hem of haar of het. Want ik durf niet gelijk wat te zeggen erover. Ik heb die gast gelijk gedempt. Nice, dank je. S gevolgd, mooi. Even dikke shoutouts naar S. Want ik op. Even kijken. Top. Ik heb je comments even gepind. Wat heb je liefst eigenlijk? Tempen of blokkeren? Allebei. Oh. Want ik heb zelf die een mannenballer heb ik geblokkeerd. En die is nu ook gedempt natuurlijk in mijn stream. Voor mijn stream. Dus ja. Demp is dat ze nog wel live kunnen zien. Weet ik.
Nou, dan kunnen ze niet meer in mijn chat komen. Jammer dat ik ze niet kan bannen op vanuit de streams. Wel jammer. Kijk, als ik live was op Twitch, dan was het gelijk een dik vette lettergestreder. Ja, letters. Het was gezellig dat je even in mijn chat was. En thanks voor de likes. Was weer geweldig. En stay tuned voor de volgende stream van mij. Even kijken, heb ik trouwens nog koffie? Nee. Jammer. Dus liefst dat ik ze blokkeer als ze vervelend doen. Dan weet ik dat ze. Zeg maar. Ja, dat is goed. Maar mijn community qua moderators en mensen die ik echt een beetje ken, wordt wel steeds groter. En daar ben ik wel blij mee. Dat mijn community eigenlijk best wel groot wordt. Terwijl dat ik. Heb je nog leuke plannen voor de week van de week? Morgen moet ik gewoon werken van 10 tot 2. 'S Avonds nog even een livestream. Gewoon hier zo bij mij in het dorp ga ik even met wat mensen die ik persoonlijk ken, ga ik even wat drinken. Tijdens ook een livestream van mij. En voor het weekend heb ik eigenlijk ook nog een livestream staan. Mits als mijn pakketje op tijd binnenkomt. Want er komt zaterdag een pakketje voor me binnen. En die wil ik wel op tijd binnenkrijgen. Want ik ga een unboxing doen op stream. Nice, ik ben al 1,5 uur bezig met streamen. Ja, wat heb je besteld, als ik vragen mag? Namelijk, ja, ik kan het wel even bij pakken. Namelijk, Pokémon-kaarten. Niet zo'n box, maar het is gewoon voor Pokémon-kaarten. Hier zitten trouwens best wel veel kaarten al in. Onder andere dat van de nieuwste set wat laatst uit is gekomen. Daar heb ik kaarten van. Even kijken. Dan zie ik het nu pas dat ik een heel klein foutje heb gemaakt. Oh cool, ik hou ook van Pokémon, maar vooral van de spellen dan. Ja, ik heb zelf ook Pokémon Go op mijn telefoon staan. Dat speel ik heel veel de laatste tijd. Ik ben met Pokémon opgegroeid. Want een kleine feitje ook over mij is, en Pokémon trouwens ook. Ik heb de wat was je eerste Pokémon game? Wat ik in mijn hele leven heb gespeeld dan? Bedoel je? Of qua alles wat ik ooit qua Pokémon heb gedaan? Van. Als eerste game wat ik ooit heb gespeeld van Pokémon, dan was het Pokémon Dungeon. Mystery Dungeon, om heel toevallig te zeggen. Voor Game Boy. Dan was het Pokémon Ruby. De eerste Pokémon game wat ik ooit heb gespeeld. Maar, mijn was Geel en Zilver. Zilver heb ik later gespeeld. Die heb ik trouwens
Wil je me volgen? Ik kan je helaas niet meer volgen. Maar. Sam, dus. Ja, sorry. Want zilver heb ik echt heel vaak uitgespeeld. Zilver is echt mijn favoriet. Nice. Wat is je favoriete starter van uit de spel Pokémon Silver? Mijne was Cyndaquil en Chikorita. Ik dacht dat je ging slapen of zo, of even wegging. En ik zie Nienke joinen. Nice. Ja, nee, ik zag je ineens op de For You page. Ah, oké. Okay. Cyndaquil, als ik het goed schrijf. Ja, schreef het goed. Maar Cyndaquil was ook gewoon echt een hele leuke Pokémon om mee te kunnen spelen. Ik vind die namen wel moeilijk te schrijven soms. Ja, is het ook. Maar ik heb Pokémon als trading card game heb ik ook ooit gespeeld. Maar dan officiële wedstrijden. En ik heb hem. Maar vond Silver vooral vette. Vanwege Lugia. Ja, sowieso. Vindt Lugia leuker dan Ho-Oh? Ja. Want ik heb zelfs nog mijn Pokémon Trainer ID. Van 4 jaar geleden. En jij? Ja, Lugia was sowieso leuker. Want Lugia als Shadow is leuker dan als die geen Shadow is. Hey Vico, welkom bij met Schimp trouwens. Want ik zag Vico even snel joinen. Maar ja, van qua alle legendarische Pokémon op dit moment vind ik Coridon ook wel vet. Ook wel een leuke legendarische Pokémon. Want die heb ik trouwens ook als Pokémon-kaarten. Coridon. Wat? Minder, oké. Okay. Even kijken. En tegenwoordig, ja. Kijk, ik hoop dat je het kan zien, maar dit is Coridon die op de rots ligt. En dat is gewoon echt best wel leuk. Maar die kaarten. Nu heb je bij die pakjes van Pokémon kaarten. Heb je nu gewoon echt een hele rare kaarttrick om die pakjes te kunnen openen. Vroeger waren dat er 4 naar voren, nu is dat 1 kaart naar voren. Want ik ken die kaarttrekken van vroeger nog. Maar leuk dat ik gewoon een mede Pokémon trainer als mod heb. Ja, kaarten had ik dan wat minder mee. Ja, dat is waar. Maar ik heb niet heel erg veel Pokémon games eigenlijk gespeeld. De games die ik heb eigenlijk gespeeld waren Pokémon Silver. Mijn broer
Had ze wel, ja. Ik speelde vroeger Pokémon Silver, Pokémon Ruby. Dan als legit game en als een hack. Pokémon FireRed als een hack. Pokémon Yellow als een hack. Dan speelde ik Pokémon Go. Niet als hack, maar gewoon eigenlijk nog steeds als gewoon een spel. Dan speelde ik ook Pokémon Trading Card Game Master Niveau. Ik speelde Pokémon Go als hack. Nice. En ik heb ook Pokémon Mystery Dungeons gespeeld. Vroeger. En ook via Roblox heb ik trouwens. In Amerika was het leuk. Ja. In Amerika heb je leuke Pokémon te kunnen vinden. Zoals Tauros. Oké, ik heb Tauros in mijn Pokédex kunnen krijgen. Door een goede vriend van mij. Die speelde ook Pokémon Go. Maar dan hacked. Met een hack. Dus. Ik wil hem eigenlijk die hack ooit doen. Maar dan met een andere account van mij. Niet met de account wat ik nu gebruik. Ja, met evenementen allemaal shinies ook. Ja. Ik heb een aantal leuke shinies. Ik heb één shiny ertussen zitten. Die ook nog shadow is. Kan geen hack meer vinden, helaas. Werd steeds moeilijker. Ja. Ik ken wel een hack, maar die gebruik ik eigenlijk niet. Maar iemand die ik ken, die gebruikt hem wel. En die heeft hem aan mij aangeraden om het te gaan gebruiken. Maar ik heb ook een aantal Pokémon in mijn Pokédex kunnen krijgen. EOS? Nee. Gewoon, hey, Harry. Welkom bij mijn stream trouwens weer. Gewoon voor Android. Want het maatje van mij en ik gebruiken allebei Android. Hey, Harry, thanks voor het delen van mijn stream, hè. Oh, dan heb ik echt niks aan, helaas. Ja. Ja, ik weet eigenlijk niet zeker als die ook voor iOS is. Maar ik ga ook zo stoppen met streamen. Want mensen liggen bij mij te slapen in huis. Dus is dan niet, ja. Maar ik ga je bij mijn stream afsluiten, mensen. Tot de volgende stream. En ja, check ook mijn video's uit op YouTube en op TikTok.